Feliciteren met dit schitterende initiatief. Zoveel blanke Tilburgers in één ruimte, dat zie je nog maar weinig. En allemaal met het kunsthart op de juiste plaats. Rechts. Pijn. Ik was dus in mijn nopjes dat ik was uitgenodigd. Eindelijk. Erkenning. Natuurlijk, als meest rechtse dichter van Midden-Brabant, en ik ben trots op die titel, schitterde ik eerder op de Waspikse poëzie-tombola. Maar verder wachten wij overal het cordon sanitaire, totdat de uitnodiging voor deze revue in de bus viel. Helaas. Helaas moet ik verstek laten gaan. Let wel, niet door eigen schuld. Ik kreeg een telefoontje. Hans van Vught. De u welbekende directeur van dit theater. Nu heeft Hans van Vught in rechtse kringen een dubieuze reputatie. Als stakingsleider. Als kraker. Als importeur van trommelnegers. De gemeentegrenzen van ons mooie Tilburg binnengehaald met het lucratieve vervoersbedrijf van zijn broer. En nu zitten we er mooi mee te kijken, want onze stad heeft maar een beperkt aantal vacatures voor trommelnegers. U begrijpt, in rechtse kringen heeft Hans niet zo'n beste reputatie. Maar dit had ik toch niet verwacht. Een gerespecteerde jury had mij immers gekozen, nietwaar? Gerry, we hebben de afgelopen dagen diverse verontrustende berichten ontvangen, zei hij aan de telefoon. Bedreiging aan jouw adres. Bedreiging aan ons adres. Sommigen dreigden zaal 16 op te blazen. Anderen dreigden J.A.C.E. van de Ven en Co. de Laat het podium op te sturen. Je begrijpt, zeer ernstig allemaal. We hebben dus liever niet dat je komt. Misschien een ander keertje, Gerry. Het spijt me. Hou doe. Tuut, tuut, tuut. Het is een schande, lieve mensen. Op die manier kelen linkse cultuur, kamperpauze, als van Vught het rechtse geluid. Een geluid van het volk. Ja, 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 paters. Ik ben de enige spreekbuis die eindelijk durft te zeggen wat Hans Smolders alleen maar durft te denken. De negers moeten eens wat peper in hun reet krijgen. De moslims moeten zich niet zo aanstellen. De dikke vrouwen moeten zich schamen. De SP-fractie moet nodig eens een keer douchen. Met zeep. Zo, daar wil ik het graag bij laten. U ziet mij terug in de raadzaal op het bordes. Dat schijnen de enige plekken te zijn waar ik mijn geluid nog kan laten horen. U wordt bedankt voor uw aandacht en geeft die Hans van Vught een blonde rakker van mij. Gerry S.